Welkom Veerle, welkom Simon. Veerle Luimstra van Witteveen en Bosch. Jij bent medisch bioloog, zie ik, en aquatische ecologie gedaan. Omweg. Onderweg. Omweg gemaakt. Maar belangrijk, je werkt aan interdisciplinaire projecten. En ik denk dat het heel goed is om naar jou te gaan luisteren. En hij introduceerde zichzelf al, Simon Handgraaf van Flow Legal. Geen onbekende in dit domein, omdat de juridische aspecten van de KRW steeds nadrukkelijk worden. Ik denk dat juist juristen ons heel erg geholpen hebben. Ik denk ook aan Marleen van Rijswijk, die dat soort perspectieven van, ja, er is een ecologische realiteit, maar er is ook een juridische realiteit, en die hebben we echt bij elkaar te brengen, dat dat heel erg geholpen heeft. Dus ik kijk heel erg uit naar jullie verhaal, wat dat betekent over de afleiding van effluent samenstelling van RWST's. Aan jullie het woord. Ja, nou, goedemorgen. Simon en ik staan hier met z'n tweeën nu het verhaal te doen, maar we hebben heel intensief samengewerkt met Bob en Julianne. Die zitten hier ook in de zaal. Dus als jullie straks heel veel vragen hebben, zoek hun ook op. En Arjen is op vakantie. Arjen van Nieuwenhuizen was ook intensief betrokken. Ik ga jullie dus wat vertellen wat aansluit op het verhaal van Harm. Als een rioolwaterzuivering loost, dan wil je dat die nutriëntenlozing niet te veel invloed heeft op het ontvangende oppervlaktewater. Dus je moet eigenlijk gaan bepalen hoeveel nutriënten je maximaal kunt lozen om nog aan dat doel te kunnen voldoen. Dat noemen we de afleiding van de gewenste effluentsamenstelling. Die leid je dus af vanuit de KRW-doelen. De inhoud van onze presentatie is eigenlijk dat ik eerst even een stukje inga op die afleiding. En daarna de resultaten van ons onderzoek ga vertellen. Simon zal daarna nog even ingaan op de juridische kaders, waar dus ook heel veel vragen over zijn. Dus na de conclusies en aanbevelingen is er ook nog wat ruimte voor meer vragen. Onze ervaring is dat er waarschijnlijk veel zijn. Dus, dit hoef ik dankzij Harm niet meer toe te lichten. We weten dat de rioolwaterzuivering, ik noem het liever geen bron. Het is eigenlijk, het geeft nutriënten door, het levert een bijdrage. Vergeef me als ik het wel een bron noem, want het is moeilijk om het elke keer toe te lichten in elke zin. En we hebben begrepen dat er, omdat er dus een veelvoud is aan methodes die gebruikt kan worden om die effluentsamenstelling af te leiden, dat er dus ook veel onduidelijkheid is geweest en ook wat onzekerheid bij waterschappen van, hebben we het goed gedaan? Zijn we KRW-proof bezig? Moet er meer? Is het juridisch goed omkaderd? Dus wat wij hebben gedaan is een opdracht van de STOA en het ministerie, is een inventarisatie van welke methodes zijn nou toegepast door de waterschappen in Nederland. Hoe staan we er nu voor? Halen we die afgeleide effluentsamenstelling? En dus ook een stukje toelichting over die juridische kaders. Omdat eigenlijk het eerste stapje al was dat er onduidelijkheid was over welke methoden zijn er, hoe doe je het nou goed, zijn we in het rapport begonnen met een adviesaanpak. Die is ook in dit schema weergegeven. Ik heb nu niet de tijd om daar heel diep op in te gaan. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat er in dit proces drie momenten zijn waar je een effluentsamenstelling kunt afleiden. Dus er is niet maar één manier. Waar je eigenlijk begint is als je je KRW-doelen bepaald hebt voor het oppervlaktewater door een watersysteemanalyse. Dan kun je vervolgens van daaruit via een doelgatanalyse, kijken waar moeten we zijn, welke ruimte is daar, gaan we bepalen wat de effluentsamenstelling zou moeten zijn. Maar je kunt ook vanuit de volgende stap, als je vanuit je KRW-doel kijkt naar welke maatregelen kunnen getroffen worden, wat is dan maximaal haalbaar met die maatregelen, dan wordt dat je doel voor je effluentsamenstelling. Tot slot kun je ook doorgaan tot een emissietoets en vanuit de emissietoets beredeneren wat je effluentsamenstelling zou moeten zijn. En als je het goed doet, dan op het moment dat je die nieuwe effluentsamenstelling hebt, doe je ook een nieuwe emissietoets om te toetsen of je voldoet. En dat zou je dan moeten vastleggen in een maatwerkbesluit. Dit staat ook allemaal in het rapport. De naslagwerken staan er ook naast, die je kunt raadplegen voor deze stappen. En ons onderzoek ging dus eigenlijk alleen over dit stukje. Dus hoe kun je nou die effluentsamenstelling afleiden? En daar hebben we alleen gekeken naar stikstof en fosfor.
Ammonium hebben we in de zijlijn ook meegenomen, maar daar kom ik later nog op terug. Dat blijkt nog wel een verhaal apart te zijn. Wat we dus niet hebben gedaan is kijken naar is dat KRW-doel goed bepaald. Hoe doen overige prioritaire stoffen het, microfondreinigingen of de connectie met de Europese richtlijn stedelijk afvalwater. Waar je dus ook aan moet voldoen naast de KRW. Dat brengt me bij de resultaten van het onderzoek. We hebben een inventarisatie gedaan. Dus ik zie hier heel veel gezichten die Julian en ik gezien hebben eerder in het jaar. We zijn met z'n tweeën alle waterschappen van Nederland langs geweest om persoonlijk te praten met een vertegenwoordiger van watersysteem en waterketen. En vaak zat er ook nog iemand van vergunningen bij. En we hebben hun dus gevraagd welke methodes hebben jullie toegepast. Welke effluent samenstelling hebben jullie dan op die manier afgeleid? Welke maatregelen hebben jullie gepland? En ik benoem hier nadrukkelijk alleen de waterschappen, omdat Dillian straks meer zal gaan vertellen over die RWCT's die lozen op rijkswateren. Dus als ik dan kijk naar de methodes die in Nederland zijn toegepast door de waterschappen. We zien dat 19 van de waterschappen die hebben dus inderdaad via die watersysteemanalyse de KRW-doelen bepaald. Nou, eentje was er op dat moment nog mee bezig en eentje heeft vooral emissietoetsen gedaan. En er zijn dus 6 waterschappen die hebben dus via die eerste route die ik noemde, dus vanuit de KRW-doelen bepaald wat de reductie in die emissie zou moeten zijn. En op basis daarvan die effluent samenstelling afgeleid. Nou, dan zijn er 4 waterschappen die hebben vanuit de maatregelen beredeneerd. En dan zijn er nog 6 die via een emissietoets die effluent samenstelling hebben afgeleid. En 4 waren daar op dat moment nog mee bezig. Als we dan gaan kijken naar die vastgestelde doelen. Halen we die nou? Hoe staan we ervoor? Dan hebben wij gekeken naar de laatste bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer. Die is in 2021 geweest. En we hebben dus gekeken naar welke effluent kwaliteit werd toen behaald ten opzichte van de eigen gestelde doelen. We hebben daar de opgehaalde informatie die we in de gesprekken hebben gehoord, hebben we nog meegenomen. In de WEEFS-database staat ook nog heel veel informatie die door waterschappen zelf is aangeleverd. Dus als we eerst gaan kijken naar het eerste distance to target. Hoeveel waterschappen hebben nou daadwerkelijk voor hun RWZI's een samenstelling afgeleid? Dan zien we dat er zijn er 36 die hebben een doel voor fosfor. Er zijn er 72 die hebben een doel voor fosfor en stikstof. En dan zijn er 4 die hebben alleen een doel voor stikstof. En dat betekent als je 314 RWZI's hebt in Nederland, dat er voor 202 RWZI's geen afleiding is geweest. Nou, dat kan dus betekenen dat die lozen op rijkswater, want dan is het waterschap niet verantwoordelijk voor die afleiding. Dus die 90, daar zal Dillian straks waarschijnlijk meer over vertellen. Er zijn er ook 93 rioolwaterzuiveringen waarvoor geen afleiding is en geen geplande maatregelen zijn. Dus dat kan betekenen dat die rioolwaterzuiveringen al voldoen. Of dat het logischer is om op andere bronnen maatregelen te treffen. Als een rioolwaterzuivering maar een hele kleine bijdrage heeft op een ontvangend waterlichaam, kan het veel doelmatiger zijn om een andere vorm van maatregelen te treffen. Zoals maaibeheer, baggeren, noem het op. Dan zijn er nog 19 rioolwaterzuiveringen waarvoor geen afleiding gemaakt is. Maar waarvan wij dus wel vonden dat er maatregelen gepland zijn of getroffen zijn. Dus daarvoor, wij geven nog een individueel advies terug aan alle waterschappen. We anonimiseren het hier, we willen niemand aan de schandpaal nagelen en eigenlijk doet iedereen het best wel goed. Maar voor die 19 rioolwaterzuiveringen zouden ze wel even moeten kijken of er niet alsnog een afleiding moet gaan plaatsvinden. Dan hebben we het tweede distance to target en dat is het doel voor die rioolwaterzuiveringen waar wel een afleiding voor is geweest. Dus ik zei al, er zijn best wel veel rioolwaterzuiveringen die een doel hebben voor stikstof en fosfor. Nou, als we kijken naar stikstof, dan zijn er dus 76 rioolwaterzuiveringen die daar een doel voor hebben.
En we zien dus dat in 2021 70% daarvan dat doel nog niet bereikt had. Nou, in de grafiek, daar zal ik ook omwille van de tijd niet te diep op ingaan. Maar de meest linkerbalk, dat zijn de rioolwaterzuiveringen die voldoen. En je ziet dus dat een groot deel zit er niet ver vandaan. Dat is 0 tot 2 milligram per liter hoger dan hun gestelde doel. Maar ja, er zijn er ook een paar die zitten er wat verder vandaan. Voor fosfor hebben we een beetje een vergelijkbaar plaatje. Daarvan zijn er 60% die het doel nog niet haalt. En daar zijn er ook wel wat meer die wat verder verwijderd zitten van dat doel. En dat is dus best een uitdaging. En er kunnen dus nog wel complexe maatregelen nodig zijn. Dan wil ik er wel bij noemen dat dit dus op basis van 2021 is. Dus het kan zomaar zijn dat voor een deel van deze rioolwaterzuiveringen in de tussentijd een maatregel getroffen is die inmiddels al een effect heeft, wat toen nog niet meetbaar was. Maar dat is wel een aandachtspunt. Verder ga ik hier niet op in, want Jimmy en Arnoud gaan zo meteen wat meer vertellen over het opvolgende rapport van die van ons. Zij hebben naar de maatregelen gekeken. Dan mag Simon wat vertellen over de juridische maatregelen. Thanks. Even testen. Ja. Oké, komt de jurist aan het woord. En die gaat dan even de juridische blik op dit hele vraagstuk geven. Waar we het nu over hebben is feitelijk het maatregelenpakket voor de K-richtlijn water. Nou, nu stelt de K-richtlijn water zelf een aantal eisen aan het maatregelenpakket. Het onderscheid tussen de basismaatregelen en aanvullende maatregelen. Basismaatregelen, dat is een voorgeschreven setje maatregelen die in ieder geval genomen moeten worden. En het voldoen aan de richtlijn stedelijk afvalwater is daar één van. Nou, daar zijn we heel goed op weg om dat te halen. Dus dat kunnen we afvinken. Basismaatregelen zit wel goed. Als je constateert dat met alle basismaatregelen je niet het KRW-doel gaat halen, de KRW-doelen gaat halen, dan kom je terecht in aanvullende maatregelen. Aanvullende maatregelen, daar schrijft de K-richtlijn water heel weinig voor. Er zit een bijlage in met een lijst van suggesties van maatregelen waar je aan kunt denken. Maar je hebt als lidstaat, als waterbeheerders dus, alle ruimte om zelf te kiezen welke aanvullende maatregelen je gaat nemen. Maar als je ze kiest, dan zit er wel een uitvoeringsplicht aan. En de K-richtlijn water die zegt, binnen 3 jaar na vaststelling van een hernieuwd SGWB zijn die maatregelen operationeel. Dat is eind dit jaar. Dus een eenvoudige boodschap is eigenlijk, staat er in jouw maatregelenpakket een maatregel aan de RWSD, dan moet die eind dit jaar operationeel zijn. Mijn interpretatie zelf is, waarom die 3 jaar? Nou, dan hebben we dus nog resterende 3 jaar om de resultaten van die maatregelen terug te zien in de monitoring. En de monitoring bepaalt of we wel of niet het doel halen. Ja, dus vandaar ook mijn eerdere vraag. Hoe zou die switch van maatregelen uitvoeren richting doelbereik? Nou, ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Hè. Doelbereik staat centraal. Dat tonen we aan met de monitoring. Om resultaten van maatregelen dus terug te zien in de monitoring, moet je die maatregelen tijdig nemen. Dus het staat nergens vastgelegd volgens mij, maar mijn interpretatie is dat dit de reden is waarom de KRW zegt, 3 jaar na wijziging van je SGBP zijn die maatregelen operationeel. Nou, Veerle heeft al geschetst welke maatregelen, op welke manier je de maatregelen kunt onderbouwen. Er zijn diverse methoden voor. De K-richtlijn water zegt daar niks over. Dus ook daar heb je gewoon keuze in welke methode je gebruikt voor het afleiden van jouw effluenteisen. Maar je moet het al wel altijd kunnen onderbouwen. Er is een motiveringsplicht. Er kunnen mensen vragen van, joh, waarom kies je voor deze methode? Nou, dan is het heel handig als je kunt verwijzen naar een document waarin staat, dit is een goede methode. En die heb ik in de rechterkolom opgenomen. En er zijn dus wat methodes bij die niet echt zijn beschreven. Dan heb je iets meer moeite om te motiveren waarom je die methode kiest. Maar dingen als de emissietoets of handreikende KRW-doelen, dat zijn gewoon vastgelegde documenten. Als je die volgt, heb je je motivering ook gelijk rond. En dan het echte juridische spoor. Als we constateren er moeten maatregelen aan de RWSD genomen worden, ben je dan ook verplicht om die maatregelen juridisch vast te leggen? En het antwoord is ja, dat moet.
En dat zegt ons eigen besluit kwaliteit leefomgeving. Het BKL zegt, als bij vergunningen of bij maatwerkvoorschriften, als bij het vaststellen daarvan de conclusie is, er zijn aanvullende maatregelen nodig om omgevingswaarde te halen, lees om KRW-doelen te halen, dan ben je verplicht als bevoegd gezag om die aanvullende voorwaarden vast te leggen in hetzij een vergunningvoorschrift, hetzij een maatwerkvoorschrift. Dus er komt gewoon een juridisch besluit aan vast. Het is vrij eenvoudig. We hebben een maatregelenprogramma, dat moeten we halen om KRW-doelen te halen. En omdat we zeggen die maatregelen zijn nodig, is dat een maatregel die nodig is voor KRW-doelbereik. En dan zegt het BKL, dus moet je die vastleggen in een vergunningvoorschrift of een maatwerkvoorschrift. Nou zit daar iets van interpretatieruimte in. De vastgelegde normen die zijn afkomstig uit de richtlijn stedelijk afvalwater in de vorm van emissiegrenswaarden. Het is dus logisch in mijn ogen dat als je aanvullende maatregelen gaat nemen, dat je die emissiegrenswaarden aanscherpt. Maar dat is niet per se verplicht. Er staat in het BKL, je moet de aanvullende voorwaarden vastleggen. Dus het kunnen ook andere eisen zijn dan aangescherpte emissiegrenswaarden. Maar het moet wel een juridisch bindende eis voor je RCD zijn. Waar je echt op kunt worden afgerekend. En dan de vraag, moet daar dan altijd zo'n emissietoets bij? En ook daar is het antwoord op, ja, dat moet. Want als je vergunningen gaat verlenen of maatwerkvoorschriften gaan stellen, dan moet het bevoegd gezag de resultaten van de emissietoets daarbij betrekken. Dus er moet gewoon een emissietoets zijn. En ook in de algemene regels voor de RCD's hebben we al sinds het activiteitenbesluit, dus ook echt al voor inwerkingstraining omgevingswet staan, dat als je een melding doet van wijziging of oprichting van de RCD, dat daar altijd een emissietoets voor stikstof en fosfaat bij moet zitten. Dus die moet gewoon worden aangeleverd. Je hebt geen keus, een emissietoets is ook verplicht. Maar dat betekent niet altijd dat de resultaten van die emissietoets één op één moeten worden overgenomen. Want de regel is, je moet rekening houden met de emissietoets. En in rekening houden met zit een beetje afwegingsruimte om goede redenen af te wijken van de resultaten van de emissietoets. Daar moet je echt een goed verhaal bij hebben, maar die ruimte die is er in principe wel. Oh. Dat gaat hard. En volgens mij was dit mijn verhaal. Ja. Ja, dan praat ik jullie nog even kort door de belangrijkste conclusies en aanbevelingen heen. Nou, was duidelijk, verschillende rioolwaterzuiveringen voldoen nog niet aan de eigen afgeleide effluent samenstelling. Dus op sommige locaties kan het nuttig zijn om snel en sneller dan nu misschien wel actie te gaan ondernemen. Dus zowel om de opgave duidelijk te maken als om de maatregelen die misschien al gepland zijn uit te voeren. We hebben ook gezien dat verschillende methodes bruikbaar zijn. De emissietoets staat wel altijd centraal in de juridische verankering. Dus dat advies is wel, voer gewoon op alle rioolwaterzuiveringen een emissietoets uit. Wij hebben ons nu gericht op stikstof en fosfor. En dat is dan een onderdeel van die fysisch-chemische deelmaatlat. Maar het is wel belangrijk om in je achterhoofd te houden, hè, dat hebben we ook gezien in de presentatie van Harm, dat die chemische verontreinigingen of specifiek verontreinigende stoffen, de biologische deelmaatlat, dat moet ook allemaal op orde zijn. Ik heb kort ammonium aangestipt ook, dat is echt een probleemstof. En we hebben gezien dat daar echt behoefte is aan een gezamenlijke methode. En dus ook het breed delen van die opgedane kennis. Nou hebben we ook begrepen dat daar een landelijke werkgroep voor is. Dus we hebben de hoop dat dat ook opgepakt aan het worden is op de achtergrond. En als we kijken naar de belangrijkste aanbevelingen, dan zouden we aan de waterschappen adviseren van ga echt nog even dat schema langs. Identificeer welke stappen je nog moet nemen. En waar, en zet deze zo snel mogelijk in gang. Daar is het belangrijk om samen te werken tussen waterketen en watersysteem, want dan krijg je dus ook de meest effectieve toepassing van die maatregelen. Dan kun je samen beoordelen waar je gaat investeren, zowel qua tijd als geld, zo vlak voor het eind. Nou, hanteer daar ook de genoemde stukken. Hou rekening met wat er minimaal nodig is. Dus dat is de BBT. Daar zijn we nu niet op ingegaan, maar staat wel in het rapport. Want uiteindelijk moet je voldoen aan zowel de stedelijke richtlijn afvalwater als de emissietoets, als de KRW.
Aan het ministerie hebben we dus het advies om duidelijkheid te creëren in dat handboek emissietoets. Want we zien dat de lozingen door rioolwaterzuiveringen zijn daar niet specifiek in benoemd. En er zijn best veel vragen en onduidelijkheden over hoe je dat nou goed doet. En er zijn tools beschikbaar. Er zijn ook verschillende manieren om die emissietoets toe te passen. Maar het correct uitvoeren, er zijn wel wat vraagtekens omheen. Dus goede ondersteuning daar zou een hoop helpen. Verder, Simon stipte het al even aan. Hoe die vereiste documentatie eruit moet zien. Als dat vastgelegd is, geeft dat ook wat meer handvatten voor de beheerders. Ook het afwijken van de aanpak van een emissietoets. Laat zien hoe dat eruit ziet, hoe je dat goed kunt onderbouwen. We hebben nu de aanpak vastgelegd voor stikstof en fosfor, maar werk ook aan die aanpak voor prioritaire stoffen en ammonium. Verder het belangrijkste advies, hou vooral dit schemaatje aan, staat dus ook in het rapport. En win vooral ook juridisch advies in als er vragen zijn, want het is wel belangrijk dat die dossiervorming op orde is. Dat brengt ons aan het eind. Dankjewel, Veerle en Simon, voor jullie presentatie. En we gingen er al vanuit dat hier misschien wat meer vragen over zouden zijn. Dus we hebben daar in het programma rekening mee gehouden. En jullie hebben je presentatie keurig getimed, zodat er 10 minuten is voor vragen. Ik ben eerst benieuwd nog eventjes, Veerle, want je had een aantal hele mooie aanbevelingen. En die begonnen op kijk nog eens goed naar die afleiding. Maar ik zag ook in je presentatie dat er toch ook voor een aantal RSCT's nog helemaal geen afleiding heeft plaatsgevonden. Heb je nou een beeld waarom dat nog niet gedaan is bij een aantal waterschappen voor een aantal RSCT's? Hebben we daar nog iets te leren met elkaar? Nou, we gaan dus in die individuele terugkoppeling gaan we daar nog wel op terugkomen bij de waterschappen. Maar ja, een groot deel daarvan kan dus gewoon gezien hebben van hey, die rioolwaterzuivering die draagt maar 2% bij aan het waterlichaam. Dus het is helemaal niet doelmatig om daar een maatregel te gaan treffen. Dus dat soort voorbeelden zijn er ook. Dus het is vooral check of het gerechtvaardigd is dat daar geen afleiding heeft plaatsgevonden. Belangrijke oproep, dankjewel. Vraag, ik zie er meteen eentje vooraan, Cora. Matthijs Oosterhuis, Royal Haskoning DHV. Ik ben betrokken onder andere met collega's, maar ook met jullie, met Witteveen-en-Bosch, bij het project van vechtstromen voor de kaderrichting naar water, waar 9 zuiveringen worden geüpgraded met een nabehandeling. En er zijn voorbeelden van zuiveringen die krijgen zo'n strenge norm, dat we als adviseurs hebben gezegd, die is niet haalbaar met beschikbare technologie. Bijvoorbeeld 0,1 milligram fosfor per liter zouden ze eigenlijk moeten lozen, omdat er door het oppervlaktewater eigenlijk alleen maar effluent stroomt. Wat doe je dan? En dat is een soort redelijkheidsprincipe vanuit de wet. We hebben gezegd, van, het is wel heel erg duur. Als je die norm zo goed mogelijk wil benaderen, dan moet je elke druppel water die door de zuivering gaat ook nabehandelen. Dat betekent ook dat je die nabehandeling zo groot moet maken dat al het regenwater, een piek, er ook doorheen kan. Nou, dat vond het bestuur niet redelijk. Hij heeft gezegd, we toppen hem af op 2 keer de droogweeraanvoer. En dan kun je ongeveer 80% van je jadebiet behandelen. Wordt er zo ook naar gekeken? Van dit is redelijk, dit is nog betaalbaar. En hier trekken we een grens. Ja, ik reageer vooral als ik dingen zeg die niet kloppen, maar in mijn ogen zit hier de ruimte in het handboek voor het afleiden van de KRW-doelen. Als je kiest voor de methode dat het doel wat je bepaalt voor een sterk veranderd of kunstmatig waterlichaam bestaat uit de optelsom van de maatregelen die je neemt, dan bepaalt dus ook de maatregelen die je kiest bij de RSD wat het doel wordt. En dan leg je dus ook vast, als je die maatregelen uitvoert, dat je daarmee het doel gaat halen. Dus ik denk dat we in ieder geval over de band van die afleidingsmethodiek voor de doelen mee kunnen wegen wat we acceptabel vinden op de RSD. Mijn naam is Onno de Ruiter, Waternet. Ik wil verwijzen naar de tool die Rijkswaterstaat hiervoor heeft. En dat is het formuleren van doelen op basis van kostenefficiëntie. Daar hebben wij goede ervaring mee samen met Rijkswaterstaat. En met dank aan Sweco voor de ondersteuning daarbij.
Geen vraag, maar... Dank je wel voor de presentatie. Ik heb een vraag over de emissietoets. Die is dus verplicht voor nutriënten, zeiden jullie. Is die ook verplicht voor de chemie? Dus voor microverontreinigingen prioriteren en de overige verontreinigende stoffen? Gert-Jan Zwolsman van Dunea, drinkwaterbedrijf. Kort antwoord is ja, hij is verplicht voor alle stoffen die je loost. Anne Wesseling van de ILT. Ik probeer de twee presentaties te combineren. En de discussie over, is het nou voldoende als we onze ingezette maatregelen halen? En er werd eerder gezegd, nee, dat is niet voldoende, want het is doelgestuurd. En nu hoor ik zeggen, het is voldoende als je je maatregelen haalt. Dus ik ben een beetje in verwarring. En dus dat is de legale kant. En in het plaatje van hoe worden de doelstellingen afgeleid, in dat tweede blokje gaat het ook weer uit van maatregelen. En ik had net begrepen dat het zo niet mocht. Dus ik ben een beetje in verwarring. Ik begin met het eerste deel, Veerle vult aan. Waar ik net op doelde is dat een van de methodes voor afleiden van doelen voor waterlichaam bestaat uit het vastleggen van welke maatregelen neem je. En het resultaat daarvan wordt dan je doel. Nou, dan heb je dus zelf je koppeling aangebracht. Dus uitvoeren van maatregelen is ook bereiken van doelen. Maar Jasper wil daarop reageren. Jasper van Kempen van het ministerie van INW. Heel korte reactie op dit punt inderdaad, voordat dat dan een eigen leven gaat leiden. Maar wat Simon zegt klopt wel, maar dat is niet voor alle kwaliteitselementen. Dat is voor de hydromorfologische kwaliteitselementen en de biologische. Maar voor de rest niet. Hè. Dus als het over stoffen gaat, zit je gewoon aan dat doel vast. En zeker de stoffen die op Europees niveau genormeerd zijn. Dus dit is maar voor een zeer beperkte set van je doelen een weg. Ruimte kan er wel zitten in bijvoorbeeld de emissietoets zelf. Hè. De vraag was, als ik daar dan naar een heel strenge norm toe moet, kan dat wel. En, want dan moet ik met die piekbelasting rekening houden, met regenwater. En die normen zijn vaak jaar gemiddeld, naast de MAC-norm. Dus je hoeft niet elk moment te voldoen. Ook in de emissietoets zelfs wordt al gerekend met bepaalde debieten en bepaalde tijdsperiodes. Dus daar zit wat ruimte in. En verder hebben we nog de uitzonderingsmogelijkheden van de KRW. Het gaat wel een beetje naar een gesprek en een debat. Hè? En dan is zo'n opstelling natuurlijk niet helemaal goed. Maar we hebben volgens mij nog tijd voor één echte vraag. Ik zie hem daar in het middenpad. Ja. Dankjewel, Joost van Bulk van Touw. Ja, ik ben toch even doorgaand erop, want dan gaat zo'n discussie over DOP. Dus dissolved organic phosphorus, dat gaat zeker een rol spelen bij wat Matthijs ook aanhaalt bij vechtstromen. Daar moet er een methodiek voor ontwikkeld zijn. Ik bedoel, anders dan kan je dat op een groot aantal zuiveringen gewoon niet gaan voldoen aan die doelen. Is er een methodiek voor, is de vraag. Ja. Voor DOP specifiek nog niet. Daar zijn ze nog mee bezig inderdaad. Want dat gaat dus eigenlijk zo door de zuivering heen. Dus dat is inderdaad net als ammonium iets waar echt nog goed over nagedacht moet worden. En een aanpak voor gemaakt moet worden. Stefan Weijers, Waterschap de Dommel. Ik zal er even bij gaan staan, misschien handiger. Ik denk dat het meer dan 10 jaar geleden inmiddels is, hebben we een stoomwebproject aangevraagd om juist in dit stuk te kijken naar de niet of moeilijk afbreekbare organische fracties voor stikstof en fosfaat. Er is de aquastens destijds, inmiddels denk ik Seco-dochter, ook een methodiek voor ontwikkeld. Maar het is nooit gelukt om dat geagendeerd te krijgen, bijvoorbeeld in de Uniewerkgroep of bij de Unie-commissie Waterketen en Emissies. Wel een aantal keer geprobeerd. Maar die kan nu weer actueel worden. Dus er is wel het een en ander beschikbaar. En met name in de Verenigde Staten zijn daar allerlei methoden voor ontwikkeld. Door onder meer David Zetlak, prof in Berkeley. Dus er is van alles over te vinden internationaal. En we hebben landelijk ook wat dingen. Dus dat is misschien goed om te weten. Mooi. Ik hoor allemaal dingen en ik zie nog meer handen dat we hier nog lang niet over uitgepraat zijn. Dat is ook heel goed. Ik moet zeggen dat toen ik naar de presentatie luisterde, viel mij ook nog één ander ding op. En Simon, jij had het over dat maatregelen binnen 3 jaar operationeel moeten zijn. Ik schrok een beetje, want ik hoor ook bij mijn waterschap, we hebben ons wel dingen voorgenomen, maar dat gaat nog heel veel langer duren voordat we tot uitvoering komen. Want eigen voortbrengingscapaciteit, de markt, hoe kunnen we daar nog mee omgaan?
Kunnen we daarmee omgaan of is dat bad luck? Ja, ik heb daar niet zo goed antwoord op. Dat vrees ik al. Het verbaast mij als jurist, zeg maar, dat letterlijk aan het begin van het project, toen we de eerste vergadering die we met elkaar hadden, ik was een beetje verbaasd dat we het nu gaan hebben over effluent doelen afleiden voor de KRW. Terwijl in mijn hoofd zat, eind dit jaar moeten we niet de effluent doelen hebben of zo. Nee, dan moeten de maatregelen genomen zijn waarmee die effluent doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ja. Dus de timing verbaasde me. Heb ik de neiging om in gesprek te gaan, dat doe ik ook niet. Is er nog een vraag? Zie ik dat, Cora? Het staat heel erg te zwaaien naar me. Dankjewel dat ik nog even vraag mag stellen. Peter van der Werf van de waterschap Drentse Overijssel Delta. We kennen elkaar wel, want ik heb ook een rol hierin gespeeld. Ik heb nog wel een vraag over het afwijken van de emissietoets. Je zegt dat het juridisch gewoon moet. Het is een moetje. Het is natuurlijk wel tricky als jij daarvan gaat afwijken. Want dan, hoe gaat de rechter daarnaar kijken? Dus, misschien kan je dat wat verder toelichten. Ja, in algemene zin, als het gaat om juridische eisen waarin het bevoegd gezag de plicht krijgt om rekening te houden met bijvoorbeeld een emissietoets, dan toetst de rechter dus de motivering. Dus je moet een goed verhaal maken, maar dat zijn vaak een terughoudende toets. Als je een goed verhaal kunt voorleggen, dan zou dat stand moeten kunnen houden bij de rechter. En daarmee gaan we het echt eventjes stoppen voor nu. Dank jullie wel, Simon en Veerle.